Alex Pastoor, ik dacht bij het bestuderen van jou na het eindsignaal te zien dat jij teleurgestelder was over het verlies van 2 punten dan over de winst van 1 punt. Ja, dat had ik ook. Want met name in die laatste 10, 15 minuten, ja, daarin hadden we diverse keren de mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen. In ieder geval om een goal te maken. En dat is ons niet gelukt, dus dat vond ik heel jammer. Goed ook dat je dat gezien hebt aan me. Het was een wedstrijd die voor de neutrale kijker heel erg leuk was om te zien. Er gebeurde veel. Jij zal dan met name naar je eigen ploeg hebben gekeken. Wat vond je daarvan? Over het algemeen was ik daar tevreden over. Ik vond dat we ons spel aan de bal in de eerste helft was goed in de eerste 10, 15 minuten. Daarna hebben we een spel gespeeld wat niet slecht was, maar inhoudelijk vond ik dat niet goed genoeg. Er zat veel te weinig diepte in zonder bal. Dat betekende dat we vaak in wat wij noemen de dubbele 16, dus vlak voor hun 16 meter, ballen verloren en daardoor tegen counters aanliepen. Nou, dat is ons tegen Twente ook overkomen. 2 keer in een uitwedstrijd tegen gerenommeerde clubs. En dat moesten we zien te voorkomen. Grote kansen hebben we niet meer tegengekregen, maar wel ontelbare corners. En hoe gevaarlijk die waren, dat bleek wel. Achteraf hebben we dat wel heel goed gedaan, want tegen zoveel lengte en goed genomen corners hebben we dat uiteindelijk prima gedaan. Maar je verwacht er wat meer van en ik vond dat we dat in de tweede helft heel goed deden. Het kwartier naar rust was, net zoals het eerste kwartier, absoluut voor ons. Voetbalde veel beter, maar ook op een andere manier, met meer diepte. Nou, dat betekent dat wij aanvallend beter waren en daardoor ook minder counters tegenkrijgen. En dat kwartier tussen de 60 en 75 minuten ongeveer, dat vond ik echt een hele matige fase. Want toen hebben we aan de bal eigenlijk amper wat gehad. 2, 3 contacten waren hem weer kwijt. En ik denk dat dan de grootste winst is dat we op dat moment wel veel corners weer tegenkregen. Maar echt uitgespeeld zijn we nimmer. En dat is mooi. Dus, ging dat feit dat na de rust beter ging, ook samen met de wissel die je in de rust toepaste, Spierings eraf voor Morsorin? Nee, want Stijn heeft ook diepgang. Alleen, we hebben het in de rust expliciet besproken. Dus dat betekent dat op het moment dat een paas een keer misgaat of buitenspel is, dan ligt hij of over de achterlijn of bij de keeper, of het is een vrije trap, in plaats van dat ze hem onderscheppen en counteren. Dus dat had daar vooral mee te maken. Veerkracht tonen jullie na die tegentreffer. Snel staat die 1-1 op het bord, doelpunt van El Azouzi. Lijkt me lekker voor hem ook dat hij zijn eerste binnen heeft, want dat is toch iets waar je tegenaan hikt, kan ik me voorstellen. Ja, een spits leeft voor goals en een echte spits helemaal. En dat is hij. En hij heeft de rust gevonden, zoals hij toonde bij die goal, om goals niet na te jagen, maar om gewoon zijn werk te doen, zodat de goals naar hem toe zouden komen. En dat is hem gelukt. Dat lukt hem ook nog bijna een tweede keer. Waarbij hij, dat moet hij zelf maar uitleggen, volgens mij in twijfel was of hij hem nou zou voorgeven of schieten. Maar kijk, ook hij groeit in deze competitie, net als de rest van het team. En als je ziet wat spelers van dat kaliber, die je vooral altijd beoordeelt op aanvallende acties, op goals en assists. Als je ziet wat zo'n speler voor het team doet, dat betekent dat hij grote stappen in zijn ontwikkeling aan het zetten is. En dat gaat zich uitbetalen, dus daar ben ik blij voor hem, maar ook voor ons allemaal. Jullie kregen in de tweede helft ook nog een hele mooie kans via Pento. Daar zag je dan misschien een beetje dat hij van huis uit verdediger is. Ja, die blijft vanaf nu gewoon weer achter de middenlijn. Ja. Dat zijn dermate grote kansen. Net als dat buitenspelgevalletje dat Azouzi wordt afgevlagd, maar dat Sanusi door had kunnen lopen. Net als diverse momenten met Goodwin, met Paco, met Thomas. Zakaria die 2, 3 voorzetten gaven die net niet aankwamen. Ja, in zijn geheel had daar wat meer uit moeten komen. Nou, aangezien wij ons op dit moment ons nog niet helemaal bewust zijn wat onze echte kwaliteiten zijn, denk ik dat we er voor nu genoegen mee kunnen nemen. Maar als de ontwikkeling van dit team op deze manier doorgaat, dan kunnen we dat straks ook niet meer. Hè? Want we spelen om te winnen en niet om maar lekker alleen maar naar een proces te kijken. Het gaat om winnen en dat hadden we vandaag in de laatste 10 minuten kunnen doen.
Je moet volgens mij noodzakelijk twee keer wisselen in de tweede helft, omdat spelers geblesseerd naar de kant gaan. Van Drongelen en die ander die geblesseerd naar de kant ging was Bronjo. Zijn dat vervelende blessures? Kun je daar al iets over zeggen? Ja, Bronjo was duizelig, hè? Dus ja. Ik hoop dat hij een hersenschudding heeft, want dan heeft hij in ieder geval hersens. Nou ja, dat zullen we zien. Ik bedoel, een tik op je hoofd, dat is toch vervelend. Maar hij zei dat hij duizelig was, dus dat moet je meteen doen. Ja, en hoe Van Drongelen geblesseerd raakte, dat vond ik echt onbegrijpelijk van met name de vierde official in de grensrechter. Want die spits die speelt de bal langs Van Drongelen en die springt bij kans in zijn kuit en in zijn knieholtes. Ja, dat is gewoon een overtreding. En dat mocht A doorgaan, waardoor het de 6000ste corner werd. Maar hij moest er ook nog eens geblesseerd vanaf. Ik denk dat het wel meevalt, want ik zag hem net alweer lachen. Nog een elementje. Je mag dit seizoen een grote selectie hebben. Veel spelers op de bank. Onze Franse vriend Chevreux was er vandaag niet bij. Niet bij de selectie. Heeft dat een speciale reden? Ja, die had in Jong Sparta gespeeld. En dan is het geen optie om hem hierbij te nemen. Dan heeft dat geen nut? Nee, dat heeft geen nut. Want voetballers kunnen tegenwoordig een hoop. Maar twee wedstrijden achter elkaar spelen, dat is... Ik denk niet dat het de kwaliteit heel erg ten goede gaat komen. Dat hij nog bij Jong Sparta meedoet, zegt dat iets over zijn fase van ontwikkeling op dit moment? Ja, en ook bij de conditionele opbouw. En wat voor iedereen geldt, niet alleen voor hem, is dat je natuurlijk niet zomaar even 8 weken zonder de wedstrijdminuten kan. Vandaar dat we, indien er een vrij weekend is voor interlandverplichtingen, dat we dan graag oefenen, omdat je dan spelers kunt laten spelen. Ja, die misschien tekort minuten in de benen hebben. Nou, dat doen we met iedereen. Ja, dat is ook natuurlijk een drempel in die tweede divisie. Hè? Dat je elke keer moet je goed kijken wie er kunnen spelen. Want je hebt ook nog eens te maken met die dispensatieregeling. Dus dat heeft daarmee te maken. Drie op papier lastige uitwedstrijden achter de rug. Twee thuiswedstrijden ook erbij. 7 punten na 5 wedstrijden. Is dat een balans waar jij een tevreden man mee kunt zijn? Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat we in deze 5 wedstrijden hebben laten zien dat we ons kunnen meten met eredivisieniveau. Dat deze ploeg nog steeds in ontwikkeling is. En dat ze, en daar is het om te doen, onderweg ook gewoon punten halen. En al die wedstrijden hebben we naar ons vermogen gevoetbald. En indien we zo doorgaan, dan zal dat verder toenemen.